Yo, YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Stay hydrated. Drink veel water. Tip van de dag. Dames en heren, er komen veranderingen aan op mijn kanaal. Niet alleen komen er meer video's, maar ook komen er meer video's. Het zijn bijna examens, wat dus betekent dat ik heel weinig tijd ga hebben. Maar ik ga daar geen fuck voor doen. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Vandaag spelen we het rare spel, Stanley Parable. Yay! Waarschijnlijk denkt de helft nou, yo, fuck you, je gaat gamen. Ik ben weg. Ha! Ha! Ja, nee. Het wordt een hele vette video, smash zeker een duimpje omhoog. Misschien kunnen we die 20.000 likes halen, zou super cool zijn. Let's go! Dit is blijkbaar een mindfuck spel of zo. Je gaat er blijkbaar aan dood, maar I don't know. Stanley worked for a company in a big building where he was employee. Alles wat je doet in dit spel heeft een bepaalde uitwerking. En net heb ik gewoon niks gedaan en ja. Ik weet niet wat ik bedoel. Hallo! Ik moet mijn vrienden zoeken, maar er is hier niemand. Dus, ik heb geen vrienden. Hello, is someone here? Kijk, een elektrische pennenslijper. Ik had vroeger altijd zo'n ding en ik heb mijn vinger daar eens in gestoken. Dat is niet zo cool. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Dus wat ik ga doen is gewoon proberen zoveel mogelijk niet te doen wat de verteller zegt. Die guy zei dat ik naar de eetzaal moest gaan, maar dat gaan we dus duidelijk niet doen. Kijk, ik kan nu naar daar gaan, maar dan doe ik precies wat deze guy wil. Dus kijk, ik kan nu door die deur gaan of door deze deur, I don't know, maar dan doe ik precies wat die guy wil dat ik doe. Dus... wat gaan we doen? Dan gaan we erdoor. Ja, fuck this shit. Waar ben ik? Kijk, dit spel kan niet zo ingewikkeld zijn. Ik bedoel, er is geen nut, maar ik kan wel blijven doorgaan. Kijk, op deze computer staat er input received. What do I do now? Al deze computers staan aan. Dit is duidelijk porno. Hier is koffie gemorst op de grond. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Maar gaan we niet doorgaan door rechts? Rustig blijven. Ik bedoel, ik ben dit spel aan het spelen. Er is geen mogelijkheid dat dit spel mij controleert. Of wel? I don't know. Dit is weer de bedoeling dat ik hierheen ga. Yes. Truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all. Just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Waar zijn mijn medewerkers? Waar zijn de medewerkers? Oké, okay, fuck it, let's go. But at last, he'd had enough of the amazing room. Oké, okay, ze zegt dat ik hier door moet. Maar ik kan ook rechtdoor lopen. Maar ik kan voor de rest niks doen. Dus we gaan er gewoon door, oké? Okay? We gaan er door. We willen nu dat ik rechtdoor ga. Ik kan hier rechtdoor gaan, maar ik kan ook hier naar beneden en op die knop duwen. Dus let's go. Oké. Okay, dus ik heb er weer voor gezorgd dat ik in een soort van horror game terechtgekomen ben. Maar dat is het helemaal niet. Er is maar één deur open. De rest is er hier geen ene kloot te doen. Oh, no. No, it's to the right, my mistake. Ja, dus net als ik bij die deur aankom. Definitely this way. Oké, okay, dus daardoor. Let's go. Hier staat er een fucking auto. Kijk, op Steam stond er dat het een komedie was. Ik snap de humor, maar er is echt... Oké, okay, we gaan gewoon door. Let's go. Hallo? Hallo? Is er hier iets? No, 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 no. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Wow. We just have to get back to... Oké. Okay. We'll just restart the game from the beginning. Nee, nee, alsjeblieft niet spel heropstarten. So far off track. Nee, nee, nee. Okay. Niet heropstarten. Nee, niet doen. Spel is dus heropgestart. Omdat ik niet in die kamer binnen mocht. Oké. Okay. Oké, okay, fuck this shit. We lopen gewoon door. We blijven gewoon doorlopen. We skippen die guy die aan het praten is. Blijf gewoon doorgaan. Gewoon blijven lopen. Blijven lopen. Geen fuck geven. Yo. Wait, did something change? Stanley. Did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Ik heb niks voor. It's an adventure. Come Stanley, let's find the story. Zijn alle deuren open? Alle deuren zijn open. Oké. Okay. Dus ja, nee, dat is niet de bedoeling. We gaan langs hier. Let's go. Alle deuren zijn open. Check, als er ineens een alien in mijn scherm springt, dan ga ik echt dood. We need to restart the game again. Nee, nee, restart de game niet. Nee, nee, nee. Niet opnieuw beginnen. Nee, niet opnieuw beginnen. Let's give it a shot. Why not? Ik heb 2 euro betaald voor dit spel. Mag ik nu al stoppen, maar opnieuw... Oké. Nog één keer. Gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen. Check, I don't give a fuck what die guy zegt. Ik blijf gewoon doorgaan en stoppen nooit. Wij stoppen nooit. Nu is er hier geen één deur. Check, nu gaat die deur weer open. Ja, er is hier... daarnet waren er niet echt deuren. Hè. Ik weet het. Dit is de grootste mindfuck ooit. Check, maar is het nu de bedoeling dat ik... Weet ik veel, nog eens teruglopen of zo. Like, guy zei dat ik iets vergeten was. Dus ik ben echt niks vergeten. Nog altijd porno op die computer. We zetten hem uit. Haha. Aha. I knew we'd miss something.
The story. Here it comes. Er is een kamer weg. Check, check. Daarnet zijn we hier doorgelopen. Kwamen we hierin, maar was er daar nog een... Echt, echt waar. Er is echt de kamer weg. Daarnet ben ik hier gelopen waar er een kantoor was. En dan daar ook een kantoor, maar... Ik word gek. Ik ga hier door. Waar moet ik heen gaan? Wat is dit? Er is gewoon een rondje lopen. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Check! Check! Dat was niet... Nee, daarnet was er Daarnet was er daar geen... Okay. Daarnet was dat een kantoor. En nu is het weer iets anders. En oh my god, is het er... Nee, dat ziet er niet goed uit. We gaan dus door. Waar is de deur? How about this? You win! Ja! Congratulations! Haha! I know you put in a lot of hard work and it really paid off. So... Good job. We both know you didn't put in any actual work for that win. I don't care what might happen this time. I have to restart. Nee, nee, doe niet dat deel! Ik moet gewoon de lijn volgen. Oké, nog één keer. We volgen de fucking lijn. En dan, yo, where the... Oké, gewoon de lijn volgen. Die deur was daar net niet open. Die deur was daar net echt niet open. Gewoon de lijn volgen. Gewoon de fucking lijn volgen. Kijk, dit spel geeft mij stress. Rellingen. Oké, gewoon de lijn volgen. Gewoon de fucking lijn volgen. Gewoon de lijn volgen. Gewoon de lijn volgen of nee, fuck die lijn. Kan ik naar beneden? Nee, natuurlijk kan ik niet naar beneden. Wat doe ik? Wat is dit? Wat moet ik doen? What the fuck? Oké, maar het ik... Like, what the fuck? Volg gewoon de hele lijn. Gewoon de hele lijn volgen. Go back and look at that fern. Ik moet deze plant bestuderen. Oké, okay, fuck that, ik loop gewoon door. Yo, gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen. Like, oké. Okay, fuck die lijn. Parable, right? Fuck die lijn, echt. Is any of this fuck. Ringing a bell? Fuck. Oh, nee, we zijn weer... No, not again. Line, how could you have done this to us? Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Nee, nee, fuck! Check, oké? Fuck dit spel. En fuck alles. Ik trail echt helemaal. Ik ben helemaal gemindfucked, gebrainwashed. Het spel heeft geen nut. Ik kies zelf niet meer wat ik doe. Dit spel bepaalt alles wat ik doe. Terwijl ik wel alles zelf heb gekozen wat ik kan doen. Maar dat is niet zo. Wat moet ik doen? Like deze video. Like. Ik ben eens. Tot de volgende keer, yo. Spel speel naar aanleiding van dit boek die ik gelezen heb. Het was ook een fucking mindfuck. Dames en heren, vonden jullie het nu leuk? Like dan. En misschien doe ik dan nog eens zoiets. Ja, you.